Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Yo mensen, ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 coins voor het team of the season? Ga naar FIFACoinsFC.com voor een supersnelle levering en als er iets fout gaat is er een Nederlandse klantenservice die je kan helpen. Gebruik daarnaast de code DNPNL, dan krijg je 5% korting en heb je tijdens team of the season extra kans op Messi in je pack. Ja! Hallo mensen, cool vlog, snel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik opnieuw een pack opening. Weer een pack opening, cool, ik wil een Ronaldo's OLED zien. Ja mensen, ik heb nog een paar dagen examens en daarna komen er weer super veel Ronaldo's OLED aan. Maar Ronaldo's OLED duurt nou eenmaal echt gewoon fucking lang om te maken. En daarnaast heb ik nog wat meer coins nodig. Want ik wil misschien, heel misschien, ben ik erover aan het nadenken. Deze Ronaldo gaan halen. Lijkt het je nou een goed idee? En ik ga nog niet geloven. Like deze video dan zeker. 4000 likes moet lukken. En dan ga ik erover nadenken om deze Ronaldo te halen. Ja, ik weet het nog niet. In ieder geval zal ik zeker de volgende Ronaldo's OLED checken. Want daarin ga ik het erover hebben. Hierin ga ik het niet meer over hebben over Ronaldo. Want, ja, ik ga het niet meer over hebben. Dit is het team of the season. Holy shit. Deze zou ik op zich wel willen pakken. Maar is je 99? Nee. Is deze 99? Ja. En ik pak alleen 99 spelers, dus Ronaldo pak ik. Ja. Suarez is ook niet verkeerd. 99 shooting. Niks mis mee. Dus de mensen die eerst bij mij in de stream waren, hebben al gezien dat ik er eentje gepakt heb. Moet je even raden van al deze spelers? Oh, ze zijn echt fucking goed allemaal. Oh, fucking goed. Oké, deze is best shit. Maar de rest is allemaal fucking goed. Welke zou ik gepakt hebben? Denk het wel. Ja! Nee, ik zei het toch! Nee, dit meen je niet! Ik zei het nog! Oh, ik haat mijn leven, ik word dood! Duimpies! Godsamme! Het is nog waar ook, hè? Het is nog waar ook. Fucking Cabral! Maar de rest is allemaal fucking goed en we gaan gewoon packs openen en we gaan het gewoon even fixen. En we gaan minimaal 1 team of the season packen, dat is fucking nice. Er zijn 25k packs en dan gaan we meteen eentje van openen. Hoppa, meteen Ronaldo, ja, lekker, kom maar door, blauw. Oh, Hernandez, nee niet eens. Dos Santos, nee. Ik wilde eigenlijk 100k packs, maar helaas zijn er niet, dat is jammer. Want 100k packs zou wel lekker geweest zijn. Ga ook een paar van deze openen natuurlijk, want ja, we moeten toch wat openen. Kom maar door. Trouwens mensen, ben je al niet op mijn kanaal... Kak! Trouwens mensen, ben je al niet op mijn kanaal geabonneerd? Dat kan hier beneden. En dat blijft het hoofd wanneer ik een nieuwe video maak. Zeer interessant en zeer leuk. Duimpjes is gratis trouwens. Ja, sommige mensen die denken dat. Oh. Nou, niks. Oh, what the fuck? In mijn derde pack. Wietwald. Die had ik ook al gepakt in mijn vorige pack opening. Lol, eerste hero. Duimpies. Oké, dat hij dan niet opflesht is wel raar. Hij is niks waard trouwens, ik discard hem gewoon. Maar wel lachen. Duimpie. Meteen de eerste, ja, wel semi-decent speler. Boom. Nee, Danny, nee, zo kak. Oké. We moeten ook nog wel een paar van die andere openen, hè. We moeten gaan die allemaal openen natuurlijk, want ja. Hoe kan je nou 0 rare spelers krijgen? Dat is echt jammer. Oprecht gewoon heel jammer. Oké, komt die volgende. Hoppakee. Kom maar door, alsjeblieft. De goeie. Boom. Nee. No reaction. No Lopezje. Heel veel spelers. Mares, is die nog iets waard? Ik weet het allemaal niet. Oké, Maris is 2k. Oké, is dat niet heel bijzonder. Eigenlijk vrij slecht, maar... Ja, ik vind die 500k, ben ik nooit zo fan van geweest. Maar soms pak er ineens iets heel goeds in. En dat hoop ik dat het deze keer ook gebeurt. Dat zou namelijk fijn zijn. Kom! Nee. Oh, een Barcelona speler, maar niet de goeie. Oh, toerannetje, jammer. Maar die zal nu vast wel wat waard zijn natuurlijk. Al die BVA-spelers zijn nu wat waard. Aangezien natuurlijk zo'n toernooi is waar je nu die, hoe heet die nou? Ruben Castro kan winnen. En die is best goed, hè, die Ruben Castro. Die is zeker een duimpje waard, die Ruben Castro. Een goede speler. Maar ja, dat toernooi, ik word schijnziek van dat soort toernooien. Ik heb die eerste in één keer gewonnen. En daarna heb ik het ook niet meer geprobeerd, want het is zo sweaty altijd. En daarnaast heb ik ook wat bezig te doen, namelijk video's maken en examens leren natuurlijk. Want de examens die ik nu nog moet, zijn maandag, dus morgen voor jullie als jullie dit zien, overmorgen voor mij. Maandag heb ik eerst MNO en dan Duits. En MNO vind ik niet zo moeilijk. Duits aan ik tegen. Oh! Heel erg slecht. En ik zei niet heel erg slecht omdat dat pack slecht was. Ik zei heel erg slecht omdat mijn Duits niet heel goed is. Boateng! Herbertus. En dan heb ik donderdag nog, wat is het? Aardrijkskunde. En dat is echt een van de laatste. Ik ben echt als een van de laatste klaar. Alleen mensen die Spaans, Arabisch of Fries hebben, die zijn later klaar. Maar ja, we hebben maar 12 mensen op het VWO hebben Arabisch. Vidal! Oh, Vidal! Best lekker! Lekker! Duimpies. Dat is een prima pekkie. Er is helemaal niks mis mee. Nee. Hoe is die waard? 15k bijna. Prima. Roel Brouwers. Niks mis mee. Ricky. Niks mis mee. Nee, dat is een prima pekkie. Daar ben ik helemaal niet ontevreden mee. Dat was een prima 15k pek. Ik heb nu wel nog maar 7. Dat is op zich wel jammer. Maar maakt niet uit. Oh, dit is echt een bakker. Ik vind deze pek toch bakker. Ik zei het al in de vorige pek over die. Oh, ik ben zo bakker. Prank. Oh, nee.
Oh, ik zeg het, ze bang zijn. Het is niet heel goed, maar wel fucking chill. Want ik heb er wel een die 88 is, maar het is echt een van de slechtste weer. Dat vind ik zo jammer. Ben je waard? 60k, oké, 60k. Meenemen. Maar, oh, ik dacht echt dat ik even een goede had in een fucking 15k pack. Dat is echt fucking sick, maar het was Bruno en ik dacht dat Iniesta was, maar Iniesta heeft natuurlijk geen. Zo zonde, Iniesta heeft nu een inform, what the fuck. Oh, maar lekker, het team zien is binnen, Bruno, lekker, heerlijk. Nee, what the fuck. Ik zeg all. Ik ben geprankt door je. Ik dacht, erin had ik al helemaal niet door dat ik een lane speler pakket aan het openen was. Nee. Ik ben nu echt gebrand. Ik zie er nu echt uit als een mogol. Ik ben hier zo'n keer erin gepakt, want ik lijk wel echt een mogol nu. Oh. Maar jongens, zelfs in mijn lane speler pakketten. Ik heb nu een back-to-back blauw. En nu ga ik even back-to-back, want ik ga nu weer eentje halen. Dus ik blijf nog steeds backcoding natuurlijk. Want nu gaan we er nog eentje krijgen. Nou, nu krijgen we Ronaldo. Yes. Kom maar door. Boom. Nee, hard. Oh, god. Oh, weer een inform. 84. Ik krijg nu toch een aantal special kaarten. Niet te geloven. Eremenko blijft maar inform krijgen trouwens. Oh, is het voor mij pas tweede inform. Maar hij heeft ook een team of the season volgens mij. Waardoor deze helemaal niks waard is. Maar wel lach op zich. Prima. Ik heb nu een Teal Season, toen Teal Season lane speler pakket en toen Team Louis. En ik heb ook al een hero gepakt, dus het gaat best prima. Lekker bezig. Zal ik er nu weer eentje pakken? Nu even Ronaldo alsjeblieft. Kom maar door. Yes. Boom! Ah, Bad Stuber. Ah, ben ik niet heel blij mee. Oh, 500 muntjes. Mulumbu. Bakambu. Ik weet al die namen ook niet. Ik zeg maar wat, het eindigt altijd op Mboe. Alright, oké, heel kak, hè, fucking reude. Oké, het is weer tijd voor een goede pack. Hop, oh nee, Ben teken. Oh mijn god, no reaction pack. Mensen, wat ik me afvraag, over een week ga ik eindelijk weer videos opnemen zonder een pet. Zou die me nog herkennen? Ik weet het niet. Ik hoop het wel. Nee! No reaction pet. Former, die had natuurlijk om de season, maar niet meer. Hazard! Nee! Ook weer zo hard geprankt, jongen. Wie krijgt er een 35k bij Chadli? Ik dacht echt dat Hazard was, maar ik ben gewoon genaaid. Jongens. Kutspel. Ah! Kutspel! Oké, kom op. Geef maar een goede speler. Ja. Ronaldo? Ja. Hey, Mulumbu. Ah, en Bokani. Jammer. Is er een speler die Mulumbu heet? Ja, toch? Een CDM voor mij. Oh, dan ben ik wel boos te worden. Dab. Geef me een... Oh, ik doe even Messi, maar dat is natuurlijk blauw en geen RM. Dus Koen, hou je mel gewoon. Panda. Nee, dat kan ook niks zijn. Jonas, ja, die was 91 een paar dagen geleden. Deze packs zijn niet heel goed, hè? Al heb ik wel mijn team gezien in zo'n pack gekregen, wat echt idiote is. Kom op, geef mij een goede speler. Oh, Aubameyang. Aubameyang is wel goed. Aubameyang is zeker goed. Die is 14k of zo. Dat is niet waar trouwens. 11k zo. Prima speetje. Niks mis mee. Ben ik gewoon tevreden mee. Inpakken en meenemen. Lekker. Meenemen. Oké, we hebben nog 2 van deze, maar we hebben nog flink wat van deze. Namelijk Unlimited. Leuk grap. Heel erg leuk. Blauw. Nou, geef me nou even zo'n Messi. Ik ga trouwens deze week al veel packs openen. Ik zou je niet volspelen met pack openings. Tenzij jullie dat willen. Maar ik ga het niet doen. Ik ga wel een beetje pack openings sparen dan. En upload ik af en toe één. Want... ik ga gewoon die Messi pack, ik voel het gewoon. Ik heb nu al van elke team of the season eentje gepakt. Zeg maar van elke main team of the season. Ik heb niet van de Portugezen, want dat boeit helemaal niemand. En van de voetballeague ook niet, voor mij. Maar dat boeit helemaal niemand, die team of the season. Maar ik heb van BPL eentje. Van BPL heb ik er meerdere zelfs. Van Bundesliga heb ik er meerdere. Van deze heb ik er ook meerdere. En dat zijn er eentje geweest, toch? Zijn toch? 3? Voor mij wel. Voor mij wel, ja. Dus tot nu toe gaat het uitstekend. En van de eerder die hij zegt heel weinig waard, 100k, 110k. Oh, ik wil hem eigenlijk helemaal niet listen. Oh, ziek nice, enkel 12, wat een zieke pack is dit. Holy shit. Als Courtois maar 5k, 86 keeper 5k. Oké. Wat een heerlijk packie mensen, er is helemaal niets mis mee. Ik heb al 2 Teal Seasons gepackt. Ik dacht eerst Marcelo, maar het was Philippe Luis. Maakt niet uit, allebei prima. Oh, ik heb zoveel packluck. Oh, heerlijk, ben ik echt heel erg blij mee. Ja, er achteraan meteen weer een. Nee, Lovren. Kijk, ga hem back wel. 704 points. Komt hij de ene laatste van deze? Duimpies. Noir. Ha, terstegen, tuurlijk joh. Heeft één iemand van Real Madrid geen Teal Seasons, is Arbeloa, pack ik die.
Dat is ook niet waar. Heel veel hebben er geen. Oh, wat een slecht laatste pack, zeg. Niet waar trouwens. Oh, wat slecht. Oh, Tadic. Oké, mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je video leuk vond, vergeet dan zeker te liken. Oh, leesbeerderpakket. Hopelijk gaan we nog een keer zien krijgen. Oké, maar nu heb ik door. Ik heb niet door dat het een leesbeerderpakket is. Dus ik ga niet meer juichen. Ja,